Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft vandaag een partij van 25 sets persoonlijke uitrusting voor haar manschappen ontvangen van de Amerikaanse ambassade in Paramaribo. Bij deze gelegenheid op de politieacademie heeft ambassadeur Robert Foucher met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie een samenwerking ondertekend waarbij de Verenigde Staten zal zorgen voor financiering, uitrusting en opleidingsmogelijkheden voor de Surinaamse wetshandhaving. Hiervoor heeft de VS een bedrag van $200.000 goedgekeurd. Dit geld zal specifiek ingezet worden voor politieprofessionalisering, drugsbestrijding en anticorruptie. De Verenigde Staten is trots op het samen te werken met Suriname op het gebied van wetshandhaving en veiligheid. We hopen dat deze donaties en onze voortdurende steun aan Suriname in het kader van de Caribbean Basin Security Initiative de politie kunnen helpen hun rol effectiever uit te voeren en zowel hen als het publiek veiliger te houden. De handhaving van de rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting zien wij als essentieel voor alle democratie. Minister Amoksi memoreerde de hechte samenwerking met de Amerikaanse ambassade. Hij voegde eraan toe dat de donatie van persoonlijke uitrusting goed ingezet zal worden. Het zou ons beter uitkomen ook als we het helemaal niet hoeven in te zetten. Maar u kunt erop vertrouwen dat we goed gebruik hiervan zullen maken. Ambassadeur Foucher bracht in herinnering dat de Amerikaanse staat vorig jaar al $300.000 heeft geschonken aan Suriname voor projecthandhavingstraining om de transnationale veiligheid te helpen verbeteren.